Nou jongens, ja. Een hele bunker. Is het eigenlijk een bunker? Van een loods vol. Een loods vol, ja. Met allemaal vuurwerk. Heel erg veel vuurwerk. Maar het zou maar van jou zijn, hè? Dit zou maar dat je gewoon dit pakt en dat die van jou echt van jou is. Dat is gewoon als een kind in een snoepwinkel. Ja, dat is echt ieders droom, lijkt mij. En die droom die kan werkelijkheid worden. Je zou maar gewoon zo'n keetje kunnen pakken dat je mee naar huis mag nemen. Hoeveel zou je denken dat je kan pakken in 2 minuten? Geen idee. Ik denk 1000 euro per minuut, zoiets. En dan 2 minuten lang? Ligt er nou hoe oud je bent. Oei, het is wel veel. Maar dit is nog niet alles. Dit is een klein deel. Maar wat zou jij als eerste pakken? Ik zou wel voor die grote cakes gaan. Als je die kan tillen. Oeh, ze zijn heel zwaar. Oké jongens, nou het is zover. Wij hebben een samenwerking met Vuurwerk Totaal, zoals jullie allemaal weten. Het is niet alleen voor ons, want wij gaan ook iets doen voor jullie. En Vuurwerk Totaal doet ook iets voor jullie. Want wat gaan we doen? Wij gaan 2 minuten lang gratis vuurwerk weggeven. Dat betekent dus dat je 2 minuten lang echt pakken wat je pakken kan. Je rent langs, je pakt de eerste doos en je rent weer weg. Precies, en die doos mag je dan houden. Ja. Maar er zijn wel wat dingetjes wat je er natuurlijk voor moet doen. En er zitten wat regeltjes aan. Je moet ons volgen, @Svenomenno, @Roen477 en Vuurwerk Totaal op Instagram. Als je die 3 hebt gevolgd, dan komt er uiteindelijk op de Instagram van Vuurwerk Totaal een post met een filmpje van ons. En daaronder moet je een reactie plaatsen. Vuurwerk Totaal haalt daar een reactie uit. En dan word je uitgeselecteerd. En dan gaan ze kijken of je alle 3 de accounts volgt. Doe je dat, dan ben je geselecteerd. Maar 2 minuten lang winkelen in je eentje is wel heel erg lastig als je relatief jong bent. Je kan je vader, je oom, je tante, je dokter, je nichtje, alles mag je meenemen. Eén iemand die 18 plus is. We hebben dus iemand nodig van 18 plus en iemand onder de 18. Of tenminste, als je zelf al 18 plus bent, dan heb je dus 2 mensen van 18 plus. Dus het is maar net hoe het loopt, maar omdat we wat jongere kijkers hebben, is te bedoelen dat er iemand is van 18. Iemand die wat jonger is, is het natuurlijk wat zwaarder om zo'n cake te tillen dan als je bijvoorbeeld je vader mee hebt die daarin helpt. Precies. Je hebt dus 2 minuten te lang om echt te sjouwen wat je maar wil. En elke doos die je pakt is echt van jou. Wij gaan even een klein voorbeeldje geven. Hier staan al wat dozen. Zetten we even een pelletje neer. Daarna gaan ik en Koen even een kleine demonstratie geven wat jij thuis mag gaan doen. Word je niet geselecteerd, niet getreurd jongens. Maar de kans is natuurlijk relatief klein dat je geselecteerd wordt. Maar probeer het gewoon. Want dit is echt kans die wil iedereen. En het vuurwerk wat je wint mag je pas uiteraard ophalen bij een van de dichtstbijzijnde winkel bij jou in de buurt. Klopt, maar je mag het wel echt houden en ook allemaal zelf gaan afsteken. Oké, jongens, we gaan even een voorbeeldje geven. Bijvoorbeeld, ik ben dan het kind en Koen is dan de vader, bijvoorbeeld. Dat gaat snel. Maar ik moet dus, zeg maar, ik heb dan 1 minuut en Koen heeft dan 1 minuut. Het is een soort estafette. Maar het is een soort van estafette. Of tenminste, we hebben allebei 1 minuut. Je moet om en om. Dus ik begin, ik ren, tik ik Koen aan en dan zo door. Maar we doen eventjes een klein voorbeeldje. Ik zie al natuurlijk moet ik even gaan filmen. Ja, dus. Okay. Maar waar beginnen we vanaf de pellet? Ja, we hebben hier de pellet en daarna ren jij, daarna ren ik. Dus alles moet op de pellet. Wij gaan 1 minuut doen, ja? Hun krijgen 2 minuten. En ik weet bij god niet hoeveel 1 minuut is, want we kunnen geen time bij omdat we ook moeten filmen. Maar komt goed. 3, 2, 1, go! Kijk, Koen rent dan meteen naar een pellet. Kijk. En dan mag hij een hele doos, mag hij pakken. Je zet die op de pellet neer en dan gaat hij door. Dan gaan we voor deze. Kijk, hoppa. Ren ik ook maar eens. En dan bijvoorbeeld tikt hij nu mij aan. Tik, jij bent hem. Dus nu ga ik verder. De folie moet er dan uiteindelijk zo af en dan doe ik er eentje te pakken. Snel. Kijk, dit is een joekel. Dit is een joekel hoor. En dan pak je hem en dan ga je rennen. En dan hoor je eigenlijk nu dan iemand anders aan te tikken en zo non-stop door. Ja, maar kijk, we zetten het ook bijvoorbeeld dat je deze kan pakken. Lekker dichtbij. Dus dan pak je gewoon die, hoppa. En dan leg je die erop. Jeetje, die is zwaar. Of je rent even naar achter, heb je daar een stapeltje. En dan echt 2 minuten. Maar besef, ik heb het echt zwaar al. Ik ook. Ik ben echt 2 minuten lang shoppen als een malle. Maar besef wat je nu al zou hebben. Dat is toch wel mooi. Dit is ontzettend veel vuurwerk. Doe de dingen die je moet doen. Ik ga bijkomen. We zien jullie dan die dag met shoppen. 1 van jullie. 2 van jullie.